Een prachtige zonnige dag en een leeg strand. Wie had ooit kunnen denken dat ons dat nu vandaag de dag zou overkomen? Want we willen lekker allemaal naar buiten, maar minister Grapperhaus die zegt dat het niet mag. En terecht. Maar 100 jaar geleden was dat veel normaler. En Ferdinand Hart Nibbrich, de Amsterdamse schilder, die schildert in 1910 dit panoramische strand in Zouterlanden op het Zeeuwse eiland Walcheren. Een breed uitwaaierend strand met een grote duinenrij en daarnaast een azuurblauwe zee in Nederland. Ferdinand Hart Nibbrich, afkomstig uit Amsterdam, gaat een jaar lang naar Parijs om daar de nieuwe schilderkunst het nieuwe schilderen te ontmoeten. Terug in Nederland is hij een tijdje in Amsterdam en gaat zich dan vestigen in de kunstenaarskolonie Laren. En vanuit Laren gaat hij in de zomers naar Zeeland, aangetrokken door het prachtige Zeeuwse licht dat weerkaatst op de zee en zo het hele land eigenlijk in een heel bijzonder licht doet schijnen. En hier in Zouterlanden schildert hij dit soort, wat we noemen, neo-impressionistische schilderijen met die hele lichte tonen en snelle toetsen geschilderd. En dat doet hij samen met onder andere Piet Mondriaan en Jan Toorop en nog een aantal vernieuwende schilders, waarmee hij in de zomers in Domburg zelfs kleine tentoonstellingen organiseert van hun werk, die de schilderkunst in Nederland voorgoed zouden veranderen.